Oh, dat scheelt wel 80 bij een. Ja, eigenlijk een soort. Ja, hoe moet ik het noemen? Ja, weet niet hoe ik het zou moeten noemen, maar ik heb ja, vandaag een Samsung SSD 850 Evo gehad van mijn oma. Dus ja. En dus gewoon een nieuwe SSD schrijf. Dus dan gaat mijn oude eruit, want ik heb momenteel nog een 60 gigabyte SSD schrijf. Een van de eerste. Ik geloof dat het een Crucial M4 is. Met 500 MB leessnelheid en 95 MB schrijfsnelheid. Maar deze heeft dat meer. Even kijken, ik weet niet of dat achter de doos staat. Nee, nou. In ieder geval, ik heb hem net al opengemaakt. In ieder geval, kijk, ik heb hem zo open gekregen. Dat is 10 keer beter eigenlijk. Dan verstuur je. Even mijn been zo. Nou, ik denk toch wel dat ik een klein beetje een handje bij nodig heb. Ik leg hem even. Kan die hier tegenaan staan? Ja. Jawel. Hoppa. Hier is die dan. Ik heb even een boek neer. Nou, hier is die dan. De SSD. Gewoon puur een SATA aansluiting. Ja, en kan zo in een van die brekers die ik heb. Nou, wat zit erbij? Een Samsung warranty. En nog een installatieguide. Ja. Moeilijk zal het niet zijn. Ik bouw regelmatig computers, dus dat is al helemaal niet heel moeilijk. Oh ja, ja ik zal voorbij de warranty. Ja, het is een installatie van een laptop, maar in principe kan het allebei hetzelfde. Alleen heb ik momenteel niet zo'n apparaatje liggen om het aan te sluiten en die data. Dus hij is momenteel van Windows een USB-stickie aan het knallen. Want ja, dat cd'tje kan ik dus niet meer vinden. Nou, en dan ga ik momenteel van mijn case openen. Dus ik ben zo weer terug. Ja, welkom op de games. Ja. Dit is mijn achterkant van mijn kast. Ik haal momenteel de SSD-schrijver uit. Even kijken, ik geloof dat die vastgeschroefd zit. Even kijken, even de computerkast omdraaien. En dan kan ik hem even zo. Zo. Dit is redelijk goed vol stof en dat. Nou, dit is mijn oude SSD. Een M4 Crucial. Een van de eerste. Nou, leuk. En dan ga ik weer even die uit elkaar slappen. Ben zo terug.